Een antwoord op de vraag, het jansenisme, wat is dat? Er was een bisschop, Jansenius, in Ieper, die zo een heel streng godsbeeld voorhield. Mensen mochten al heel blij zijn als ze naar het vagevuur mochten. De hemel, daar moeten ze niet aan denken, dat was bijna niet mogelijk. Dus ja, de strengheid van God, die alles goed noteert. Dus ja, blijkbaar heeft dat grote invloed gehad in Hans-Europa. Dus dat het ja, een hele tijd nodig heeft gehad om mensen terug naar het evangelie, zoals Therese, te komen. Dus blijkbaar een groot impact op ja, toch een paar eeuwen van kerkgeschiedenis. Is dat voldoende, Marijke? Ik heb er niet over gezocht, ik heb alleen maar gevonden dat een boek van die Jansenius dat dat als ketters beschouwd werd. Ja, ja. Zo, dat als ketters, niet als ah, ja. Ja. Nee, ja. Ja, het is door de kerk veroordeeld geweest, maar toch bleef dat nog lang zijn naweeën hebben. Ja. Maar de invloed was ook eigenlijk in groot, want mensen mochten de Bijbel niet lezen. Ja, ik weet niet of... Er zijn maar één informatie mm-hmm. over wat hen verteld werd. Mm-hmm. Ja. Dat is naar aanleiding van het protestantisme, ja, denk ik. Dat me het verdacht vond als iedereen de Bijbel gaat lezen, iedereen zijn gedacht daarover vormen, ja, dat gaat... Of veel te letterlijk oppakken misschien. Ja. Mm-hmm. Ja, in mijn cursus literatuur verdedigen ze een beetje Jansenius door te zeggen dat het, want ze moesten ook Pascal, ons Pascal leren. Niet? En dus het was een reactie over het laxisme van de Jezuïten. Je kon liegen bijvoorbeeld en innerlijk de waarheid zeggen, dan was dat geen leugen. Maar dat was een andere ketterij. Dat was Molina noemde hij. Molina. En Jan, en die is minder bekend. En dat was aan het, aan het hof van Lodewijk, dat in de Molina zo. En het laxisme was, er is een andere vrouw met een Guillaume die ook zo'n probleem had, omdat ze dus, dat is een andere vorm van laxisme, dat is kietisme. Ja. Dat is een ander verhaal. Ja. Maar dus, het was een reactie over iemand die, ja, die succes had, maar die ook niet aangeboden was door de kerk in Molina. Dus vandaar toch het belang van een centraal gezag dat toezicht had. Ja. En vandaar het grote, het grote gevecht tussen Pascal en de Jezuïet. Al zijn boeken zijn prachtig. Maar hij heeft daar zoiets geschreven tegen de Jezuïeten, prachtig geschreven. Vaak heb ik niet gelezen, ik had iets. Ik heb het niet gelezen. Ja. Het provinciaal. Ja. Wat is prachtig geschreven, een genie. En hij heeft zijn zuster willen verdedigen. Zijn zuster was een Jansenist, en hij deed veel van zijn zuster. En ze had dus een klooster, Port-Royal, die Jansenist was. Hij heeft heel lang zijn zuster verdedigd en dan heeft hij die illuminatie gehad, die mystieke ervaring van 23 november of zo. En daar staat erin, op die, dus alle mystieke ervaringen van licht en vuur van vuur. En obéissance à mon confesseur pour toujours. Obéissance à Jésus, à mon confesseur, dan heeft hij de beslissing genomen van de Jansenisten niet meer te volgen. En zijn zuster, ja, ik weet niet goed wat er gebeurd is met Paul, maar ja. Ze is waarschijnlijk aan het overleden. Hè. Ja. En die had echt, meneer Van Aar gezegd dat ze de moed had van een man. Eigenlijk. Hans alleen, zo. Ja. Maar in zijn
mijn gewone werken voelt me geen jansenisme hoor, want hij was bevriend met spelers, hokkers. Hij heeft zelfs voor hen te plezieren berekend hoe dat je de mise, de opstelling, ja, moest verdelen als het spel gestopt was. Hij had, dat noemde, in die tijd noemde dat libertas. Hij had echt vrienden in dat milieu. Maar hij zei zo, het gaat om uw eeuwig leven. Hij wou ze bekeren, natuurlijk, omdat het zijn vrienden waren, wou hij ze bekeren. Maar hij had zo'n karakter. Maar hij was terzelfde tijd. En natuurlijk in dat milieu, dat was een mondijn milieu, heeft zich 3 keer herbekeerd. Wel ja, hij wordt toch geslacht door hij wordt beïnvloed door het milieu. Wij moeten dat ook doen, hè. 3 keer is hij weinig. Dat is waar. Maar daar kun je zo spreken, dat was voor mijn tweede bekering, dat was zo. Die heeft werk met zichzelf gehad. Ja, en is elke dag ziek geweest. Oh, wel, ja. Want zijn 18 jaar is jong gestorven. Oh, op 18 jaar? 35 oh, jaar. Oh. Is dat elke dag? Ja. Zijn zusters waren wel stel. Hij ook. He. Wie is dat lezen? Blaise Pascal. Ah. Hij was zo welstellend op een gegeven moment. Hij had een koets met 4 paarden. En alleen de koning mocht een koets met 6 paarden. En dan was hij een bekering en verkocht alles, gaf het aan de armen, al zijn zilveren servies. Gaf hij ook. En dan, toen hij ziek werd, wou hij naar het hospitaal. Maar alleen armen gingen naar het hospitaal. Er waren daar geen dokters. De eerste dokters in de hospitaal, dat was na Florence Nightingale. Alleen, dan geleken, er waren alleen zusters. In het hospitaal. En goed. Mm-hmm. En hij wou daar een bed naast hem, maar zijn familie wou niet. En dan wou hij een arme naast hem die dezelfde zorg zou krijgen. Mm-hmm. Voor hem was dat de kerk. Waren de armen de kerk. Mm-hmm. En in die tijd waren dat hele, hele arme mensen. Mm-hmm. Of hij heeft een heel goed. We spreken nu van hem heilig te maken. Mm-hmm. Enfin, ja. Ik weet het ook maar. Mm-hmm. Voor dat mondijn milieu, hij was een beroemde fysicus. Hè. Mm-hmm. En daardoor is hij, en ook omdat hij zo interesse had in al, ook in het spelen. En mm-hmm. Maar was hij dan die ook een geloofsbelijdenis in zijn kleren gedaan? Ja. Ja, het is geen geloofsbelijdenis. Het is zijn nacht van vuur. Hij heeft alles opgeschreven. Hij was zo bang van dat te verliezen. Dat hij dat genaaid had in zijn zoon. Dus de mensen vonden hem een beetje gek. Alleen een man die zo... En als hij van mantel veranderde, moest hij dat losmaken en terug naaien. Maar hij was anders, denk ik. Want hij is de rekenmachine uitgevonden. Van zijn vader die de belasting moest tellen. Mm-hmm. Voor zijn vader te helpen, voor zijn vader te plezieren, heeft hij de rekeningmachine uitgevonden. En dus onze moderne administratie. Mm. Dat was een jansenist, dus die. Het is niet een vader. Die enige veel geleden heeft onder een jansenist. Het is niet een patroonherder van het internet, hè? Nee, het is Carlo Acutis. Carlo Acutis, die blijft pas. Maar misschien wel van de fysici. Enfin, hij moet nog worden, hij moet nog zalig worden. Ja, hij moet nog een mirakel hebben en zo. Oh, oh. Goed. Dan nog een beetje. Ja. Sorry. Terug naar. Ja, het is de kerstgenade. Is heel belangrijk geweest voor haar, samen met de genade van Branzini. Dus, Therese spreekt erover als de genade van kracht. Dus Kerstmis, God wordt een zwakke mens om ons sterk te maken. De gekruisigde leed voor haar dorst om in haar een bron
te doen ontspringen van levend water, zodat ze zich gezonden kan weten om voor Jezus mensen te redden. We kunnen denken aan het beeldje van de gegeestelde Christus, dat in het leven van Teresa van Avila zo'n grote rol gespeeld heeft. Het is ook de overtuiging van, tja, de Heer heeft zoveel voor mij doorstaan, zo, hij is het waard dat ik zo uit dankbaarheid mijn leven aan hem ter beschikking stel. Dus belangrijk is, het gaat altijd over de aanwezigheid van de verrezen Heer, hier en nu. Het is geen herdenken van daar en toen, 2000 jaar geleden, maar het is nu dat de Heer leeft, dat we hem kunnen ontmoeten als de levende, die nu zijn bloed vergiet, die nu gegeesteld is. Dus alles wat Jezus gedaan heeft, blijft actueel, permanent aanwezig. Zodat wij er ons in geloof kunnen bij aansluiten en het beleven alsof het nu vandaag gebeurt. Dus vandaar de uitnodiging van Teresa om ons een of andere passage van Jezus voor te stellen, ons daarin in te leven, om op die manier heel concreet bij Jezus te zijn in het nu-moment. Dus de dorst van Jezus is dan een sterke uitnodiging om mee te werken met zijn verlossingswerk. Ook de roeping van de Karmel. Mensen bij de Heer brengen om zijn hart te troosten. Zo bij Jezus blijven dat hij niet helemaal alleen zou zijn. Daarom hield Teresa van Avila ervan om voor haar gebed de passage te overwegen van de Olijfhof. Dat ze vond, ja, Jezus was daar helemaal alleen. Het is goed dat ik daar bij hem ben. Dus alles doen met die intentie. Met Jezus zoeken om te redden wat voor de Vader verloren was. Dat is mensenvisser worden. En Therese verwoordt die intentie waarmee ze leefde op die manier. Het is niet om verdiensten voor de hemel te verzamelen, maar om Jezus plezier te doen, zijn hart te troosten en zielen te redden die hem eeuwig zullen liefhebben. Dat is een beetje een korte omschrijving van haar bezieling, de intentie waarmee ze alles doet. De vrucht van die kerstgenade was voor haar ook, zoals we zeiden, een openheid om veel kennis op te doen. Ook wetenschappelijk, zo, ze was in alles geïnteresseerd. Ze heeft in die tijd heel veel gelezen. Dus ze leert haar wereld kennen. Ze schrijft, ik wil het hebben over het voedsel waarmee de Heer me in overvloed overlaadde. Sinds lange tijd voelde ik me met het zuiverste meel, dat voedde ik mij met het zuiverste meel dat in de navolging opgesloten lag. Dus de navolging van Christus, boekje dat ze bijna van buiten kon. Dat was het enige boek dat mij goed deed. Ik had nog niet de schatten ontdekt die in de evangeliën verborgen liggen. Toen ik 14 jaar was, vond de goede God dat ik die zo verlangde naar wetenschap, naast dat zuivere meel ook honing en olie in overvloed moest krijgen. Die honing en die olie liet hij me vinden in de conferenties van priester Armin Jean over het einde van de huidige wereld en de geheimenissen van het komende leven. Het lezen van dat boek was een van de grootste genaden van mijn leven, schrijft Therese. Dus het gaat hier om waarheden van het geloof die ook praktische gevolgen hebben, praktisch beleefbaar is voor het concrete leven. Leven met het perspectief op de hemel. Ze schrijft, toen ik zag dat de eeuwige beloning in geen verhouding staat met de kleine offers in het leven, wilde ik Jezus beminnen, hartstochtelijk beminnen. Ik wilde hem 1000 blijken van liefde schenken, zolang ik dat nog kon.
Dus de draad wordt dit opgenomen. De Heer beminnen zoals hij nog nooit bemind geweest is. Die ambitie. Dus Jezus alleen, maar tegelijk verbondenheden met haar eigen zusters. Later ook met haar priestersbroers. Ze schrijft, Jezus wilde dat Céline en ik samen vooruitgang zouden maken. En hij vormde in onze harten banden die sterker zijn dan die van het bloed. Onze zielen werden één. De liefdesvonken die hij met volle handen in onze zielen strooide, de heerlijke en krachtige wijn die hij ons te drinken gaf, liet in onze ogen alle vergankelijke dingen verdwijnen. Ik weet niet of ik me vergis, maar voor mijn gevoel leken de ontboezemingen van onze zielen op die van de heilige Monica met haar zoon, toen zij in de haven van Ostia in extase waren bij het zien van alle wonderen van de Schepper. Het geloof en de hoop waren al overbodig geworden. De liefde liet ons op aarde hem vinden die wij zochten. Het is ook een sterk moment. Dus Thérèse en Céline, die hebben heel sterk hun geestelijk leven gedeeld. Het waren twee zielen in dezelfde zak. Er is ook een autobiografie verschenen van Céline, onlangs. Dus dat heeft Thérèse ook altijd geholpen. Als ze later haar opdracht aan de barmhartige liefde wil uitspreken, zal ze ook aan Marie, haar nicht, vragen om het samen met haar te doen. Dus Thérèse is iemand die toch graag de andere erbij betrekt, in de mate van het mogelijke. De liefde liet ons op aarde hem vinden die wij zochten. Zo merkwaardig, geloof en hoop waren overbodig geworden. De liefde liet ons hem vinden die wij zochten. Dat zal ook terugkomen in haar geloofsnacht, de laatste maanden van haar leven, waar het geloof voor haar zoveel uitdaging vraagt, omdat haar geloof niet meer ondersteund wordt door goede gevoelens en goede gedachten over de hemel. Eerder juist andersom. Dus dat ze gelooft wat ze wil geloven. Dus maar de liefde, ze was al zo sterk in liefde verbonden met de Heer, dat ze die nacht heeft kunnen doorstaan. Het geloof schenkt ons God, zegt Johannes. Dus de kerstgenade en de Prazini-genade waren voor Thérèse aanleiding tot haar intrede in de Karmel. Midden de strijd om haar intrede, nam mijn liefde voor God toe, schrijft ze. Ik voelde verlangens in mijn hart, die ik tot dan toe nog niet gekend had. Soms was ik echt in liefdesvervoering. Op een avond wist ik niet meer hoe ik Jezus kon zeggen dat ik van hem hield, en hoezeer ik verlangde dat hij overal bemind en verheerlijkt zou worden. Ik dacht met pijn dat hij vanuit de hel nooit één acte van liefde zou ontvangen. En ik zei tegen de goede God dat ik, om hem plezier te doen, ermee in zou stemmen naar de hel te gaan, zodat hij in die plaats van godslastering toch door iemand eeuwig bemind zou worden. Ik wist dat zoiets hem niet zou verheerlijken, omdat hij immers alleen ons geluk verlangt. Maar als je lief hebt, zeg je zoveel gekke dingen. Dat ik zo praatte, was niet omdat ik niet verlangde naar de hemel, maar mijn eigen hemel was toen niets anders dan de liefde. En ik voelde net als de heilige Paulus, dat niets mij zou kunnen scheiden van het goddelijk doel dat mij in verrukking gebracht had. Dus die liefde, dus zo dat Thérèse in haar leven weinig mystieke genade heeft gekend, maar eerder zo een groei van die liefde die altijd intenser werd, waardoor ze helemaal bijna in beslag genomen wordt. En ook haar intuïties en overtuigingen, verlangens.
Dus in die zin is hij meer een voorbeeld voor iedereen die de weg van het geloof en van de liefde wil gaan. Dus ze wil intreden in de Karmel en dat wordt moeilijk, want er zijn al 2 Karmelitessen in het klooster. Ze is nog maar goede eind 14 jaar, dus wordt niet. De bisschop is ook niet voor, maar er is de uitnodiging om op reis te gaan naar Rome. Een jubeljaar toen, en in Parijs wordt dat georganiseerd, dus naar de paus, toestemming vragen. Dus de vrucht van die Rome-reis zal onder andere zijn dat ze leert dat priesters ook maar gewone mensen zijn en geen engelen, dat ze heel veel gebed nodig hebben. Wat een mooie roeping om te mogen zorgen voor het zout dat voor de zielen is bestemd. Dat is de roeping van de Karmel. Het enige doel van ons gebed en onze offers is om apostel te zijn van de apostelen. Voor hen bidden, terwijl zij het evangelie brengen aan de zielen door hun woord en vooral door hun voorbeeld. Dat is iets dat Therese terughaalt van Theresa, die we gisteren gevierd hebben, die apostolische intentie. Dus door uw leven van gebed bijdragen tot ondersteuning van mensen die met het woord verkondigen. Dan, ingetreden in de Karmel, ze staat voor haar professie, ze doet retreiten, maar het is een retreiten in grote dorheid, net zoals al de andere retreiten die nog zullen komen. Therese ervaart het meest dorheid in de retreites en in de gebedsteden. Tijdens overdag kan ze heel goed zo leven in tegenwoordigheid van God. Toch liet de goede God me duidelijk zien, zonder dat ik het opmerkte, hoe ik hem kon behagen en de meest verheven deugden kon beoefenen. Ik heb heel vaak gemerkt dat Jezus mij geen voorraad wil geven. Hij voedt mij ieder moment met heel nieuw voedsel. Ik vind het in mij zonder te weten hoe het daar gekomen is. Ik geloof heel eenvoudig dat het Jezus zelf is die, diep verborgen in dat arme hartje van mij, me de genade geeft in mij te handelen en mij ingeeft wat hij op dit moment graag van me wil. Dus haar gebed maakt mij zo innig één met u dat gij alleen nog leeft en handelt in mij. Dat is voor haar het ideaal van de heiligheid. Geen opmerkenswaardige dingen beleven, maar in het eenvoudige, heel intens verbonden leven met God. Dus en dat vertrouwen en dat kind zijn, beleeft zij zo met de ervaring, God geeft mij elk moment wat ik nodig heb. Ik moet niet vragen van nu al te weten wat ik morgen moet doen. Dus moment voor moment open zijn voor in het geloof, God wil mij geven wat ik nu nodig heb, ook ten bate van anderen. Dus later zal ze dat ook ervaren toen ze als begeleidster van de novicemeesteres moet zorgen voor die jonge zusters in opleiding, dat zij van de Heer ontvangt wat nodig is voor die zuster, voor die zuster. En verder zegt ze, ik kan niet zeggen dat ik vaak vertroostingen ontvangen heb tijdens mijn dankzegging, dus na de communie. Het is misschien wel het moment waarop ik er het minst van al krijg. Ik vind dat heel begrijpelijk. Ik heb me immers niet aan Jezus aangeboden als iemand die naar bezoek verlangt, zijn bezoek verlangt om zelf getroost te worden, maar juist om hem plezier te doen. Hem die zich aan mij schenkt. Ik stel me mijn ziel voor als een open terrein en ik vraag de Heilige Maagd de brokstukken op te ruimen die in de weg liggen. Dus hier heb je haar manier waarop ze zich voorbereidt op de Eucharistie.
Vervolgens smeek ik haar of ze zelf een grote tent wil oprichten die de hemel waardig is en of ze die tent met haar eigen sieraden wil tooien. Dan nodig ik alle heiligen en engelen uit om er een schitterend concert te geven. Ik denk dat als Jezus in mijn hart neerdaalt, hij dan erg blij is zo goed ontvangen te worden. En daar ben ik ook blij om. Dit alles belet niet dat verstrooidheden en slaperigheid mij een bezoekje komen brengen. Maar wanneer ik op het eind van de dankzegging zie dat ik het weer zo slecht gedaan heb, neem ik het besluit de hele verdere dag in dankzegging door te brengen. Je ziet, moeder, dat ik zeker niet over de weg van de angst gevoerd word. Ik weet altijd een manier te vinden om gelukkig te zijn en mijn armoede van nut te laten zijn. Dat zal Jezus vast niet mishagen, want ik heb de indruk dat hij me in deze weg aanmoedigt. Het is niet de weg van de angst. Dus Therese, vindt in alles wat niet is zoals het zou moeten zijn, toch een uitweg om ergens mee tevreden te zijn. Dus om haar voordeel mee te doen, van de nood een deugd maken. Dus maar aanvaarden van, kijk, dat lukt mij niet. Ik kan misschien wel iets anders doen om aan Jezus aan te bieden. Verder, ik zie dat alleen het lijden zielen voort kan brengen. Meer dan ooit onthullen deze woorden van Jezus hun diepe zin. Voorwaar, ik zeg u, als de graankoller niet in de aarde valt en sterft, dan blijft hij alleen. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Dus het thema van het lijden is ook belangrijk in haar autobiografie. Het was bij de voorbereiding op haar vormsel. Het is Marie die catechese geeft aan Therese. En er werd ook gesproken over het lijden. Dat mensen die gevormd worden, zullen moeten doorstaan. Om, zoals de apostelen, door alles heen hun zending te volbrengen. En Marie zegt, maar ik denk niet dat het lijden voor u zal zijn. Je zult wel een eigen weg hebben. Maar op dat moment voelt Therese aan van, nee, het lijden zal er ook bij zijn. Ik geloof dat God mij een hele portie van lijden zal te beleven geven in mijn leven. Op het einde van haar leven is dat ook zo bekend, dat ze aan Pauline Meranjes zegt van, het is goed dat de mensen weten dat ik veel geleden heb. Dus daar was ze zich van bewust. Niet dat ze het lijden gezocht heeft, maar het is op haar weg gekomen. En ze heeft geworsteld om haar hoofd boven water te houden met vallen en opstaan. Om te eindigen. Dus een van haar verlangens was dat ook Céline haar boezemvriendin Carmelites zou worden. En het lukt. God verhoort ook dat verlangen. Geschrijft. Nu heb ik geen enkel verlangen meer, behalve dit ene, Jezus hartstochtelijk beminnen. Mijn kinderlijke wensen zijn vervlogen. Ik verlang ook niet meer naar lijden of naar de dood. En toch houd ik van beide. Het is de liefde alleen die me aantrekt. Lange tijd heb ik naar beide verlangd. Het lijden was mijn bezit en ik meende de oever van de hemel te kunnen raken. Ik geloofde dat het bloempje in haar lente geplukt zou worden. Maar nu is het de overgave alleen die mij leidt. Ik heb geen ander kompas. Er is niets meer waar ik met vuur om vragen kan, behalve dan dat de wil van God over mijn ziel in alles volbracht mogen worden, zonder dat de schepsen dat in de weg zouden staan. Dus het is mooi verwoord van
ja, blijkbaar de weg van het lijden wordt een weg die, ja, het lijden niet meer ziet zoals vroeger. Dus het lijden blijft er en men aanvaardt het als een weg om aan de Heer gelijk te worden en ja, men is gelukkig in zijn leed. Dus het is belangrijk om ook dat te weten. Dus maar uiteindelijk komt er eens tot die overgave. Dus voor mij is alles goed. Ik verlang alleen dat Gods wil in mij ten volle volbracht wordt. Want zij gelooft, die wil van God, dat is het beste wat er bestaat. Dus dat is haar overtuiging en dat geeft haar vrede. Dus ze gelooft dat het bloempje in haar lente geplukt zou worden. Ze heeft dus altijd een voorvoelen gehad. Mijn leven op aarde zal kort zijn. Haar verlangen naar de hemel, waar men, zoals Teresa van Avila, voor altijd. Dus het leven toen in haar tijd was ook korter dan wij nu beleven. Dus men deed vanzelfsprekender met het kortstondige van ons bestaan. Vandaar dat zij dat zicht, dat perspectief heel sterk heeft gehouden. De hemel, dat was alles voor haar. Dat gaf haar moed om alles hier te doorstaan. Zoals Johannes van Kruis in zijn Geestelijk Hooglied ook op een bepaald moment schrijft van: ik hoed mijn kudde niet meer, ik heb geen andere taak meer. Wat nu waarin mijn werk nu bestaat, is liefhebben. Dus dat is nog het enige waar het op aankomt. Ik ga hiermee afronden, anders gaat je allemaal in slaap vallen. Ja.